En dan ben je 23 en maagd. Ik ben Stijn en in deze serie onderzoek ik of ik ontmaagd moet worden. Dit is Jong Geleerd, Nooit Gedaan. In deze aflevering bezoek ik Kim Holland op haar werk en ga ik langs bij de 31-jarige maagd Ruud. Hij vindt het spannend om met vrouwen te flirten. Om daar wat aan te doen, gaat hij vandaag met een datingcoach de straat op. Jongens, welkom bij de training. Fijn dat jullie er zijn. Iemand aanspreken die je aantrekkelijk vindt, dat is een angst waar vrijwel ieder mens mee zit. Ruud, wat verwacht jij vooral uit deze training te halen? Dat ik toch weer één stap over mijn grens heen ben gezet, zeg maar. Spanning er gewoon laten zijn, dat vind ik normaal moeilijk. Van als ik ergens spanning voel, maar niet uit wie het is, maar als het me onder mensen is, dan heb ik al heel snel van, oké, afbreken of vrede bewaken. En, ja. Iemand sexy vinden, of dat voelt voor mij. Ik weet niet of de ander dat dan wel of niet kan waarderen, of die daar op zit te wachten. Wat veel mensen doen is bij zo'n blokkade is zich niet ten eerste bewust van zijn, daar maken we nu al stappen in, maar vervolgens wat ze doen is gaan niet door de blokkade heen, maar ze verdoven de blokkade, dus opnieuw of groot maken of gewoon dating helemaal afschrijven, het helemaal opgeven, al die vrouwen zijn toch gewoon. Wat wij gaan doen is we omarmen dat juist, dus een van de principes die we leren op deze training, mensen verwachten altijd, oh, datingcursus was allemaal trucjes, openingszinnen. Maar wat wij vooral leren is radicale eerlijkheid. En daar gaan we natuurlijk aan werken. Niet alleen hier, maar ook zo meteen buiten in de praktijk. Mm-hmm. Klinkt misschien nu heel spannend en heel groot, maar we bouwen dat langzaam op zo meteen. Dus dan gaan we eruit op straat, spreken iemand aan, geven een klein complimentje. We verwachten juist helemaal niks. En dan gaan we langzaam iets directer daarin worden. Ja. Zitten er lichamelijke nadelen aan laat ontmaagd worden? Want seks is toch ook gezond? Seks is gezond, maar ik neem aan dat je wel masturbeert. En ja. Dat vangt quasi al die gezondheidsvoordelen op. Er zijn wel een aantal verschillen, maar het is zeker niet zo dat uw levensverwachting daalt of dergelijke. En stel je bent streng gelovig, je onthoudt jezelf van seks jarenlang. Is dat ongezond? Ja, het is op zich wel gezonder om je seksueel systeem bezig te houden, zeg maar. Zeker voor mannen weten we dat dat ook wel belangrijk is. Mannen die regelmatig masturberen hebben bijvoorbeeld minder kans op prostaatkanker. Dus voor mannen zijn er ook wel echt heel duidelijke gezondheidsvoordelen aan regelmatig seks hebben of regelmatig masturberen. Ja, ik vind vooral mensen die niet masturberen, dat die zichzelf wat tekort doen. Omdat het gewoon ook een hele leuke manier is om met jezelf bezig te zijn, in het moment te zijn, te genieten. Dus ik zou het vooral heel spijtig vinden. Hoi, dit is de voicemail van Stijn. Laat je ontmaagding achter na de piep. Mijn eerste keer deed vooral heel veel pijn. En ik heb zelfs 2 jaar lang pijn gehad. Dus toen heb ik me laten onderzoeken. En toen bleek dat mijn maagdvlies wat te dik was. Dus toen ben ik daar geopereerd. En nu is het goed. Dus nu ben ik heel gelukkig. En met de juiste partner heb ik een heel fijn seksleven. Als maagd heb ik nog nooit seks in het echt gezien, maar wel via porno op een schermpje. Dat is dan ook het beeld dat ik heb van seks. Maar ik vraag me af of ik die geile filmpjes wel moet zien als voorbereiding op mijn eerste keer. En aan wie kan ik dat beter vragen dan aan Kim Holland? Ik krijg nog een flinke uitdaging, want het is een king size XL extra long condoom. Dus ik weet niet wat jij in je broek hebt hangen, maar ik ben nu al jaloers. Succes, mensen. Nou, en ik zou zeggen, laat de doos staan, want misschien hebben we hem wel vaker nodig. Oh, ja, ze is ook nog een spuiten. Oh, oh, my God.
jij iets van seks? Dit is mijn allereerste keer dat ik live seks zie en dan meteen zo. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het heel ongemakkelijk. Tuurlijk ben je ongemakkelijk, omdat je het gevoel nog eigenlijk helemaal nog niet zelf ontdekt hebt. Het is zo dichtbij. En dit is, ja, is... dichterbij kan niet natuurlijk. Ja, mega. Je staat op, nou ja, 2 meter afstand. Het is op, wat? Oh, ik kan een handdoekje. Nou, ik hoor het al. Ik kan een handdoek. We zijn weer nodig, Kim. Ruud moet voor zijn flirtcursus de straten van Amsterdam op om daar vrouwen aan te spreken. Laten we eens kijken hoe het hem vergaat. Yo, hey. Hi. Even, ik vind het ook een beetje spannend, maar ik zag jullie net lopen en ik dacht, wauw, die meid heeft echt super cool haar. Dankjewel. Vind ik eigenlijk zelfs sexy. En dacht ik dat... Dankjewel. Ga ik gewoon even zeggen. Ja, bedankt voor het compliment. Alsjeblieft. Thanks. Hey, maar dat ging goed. Lekker. Ja? Ja. Voel je al wat kalmer worden, wat rustiger? Of ben je nog steeds... Ik vind het nou normaler om te doen dan toen ik er straks begon. Maar ik voel wel nog steeds een droge keel. Spanning. Een beetje out of the blue, maar een stylish jas heb je aan. Oh, bedankt. Dat vind ik cool. Ja, bedankt. Ja. Aardig van je, ja. Hoe is het met je? Wat doe je vandaag? Ja, goed. Ik zit er een beetje mee. Ik zoek eigenlijk een vriendinnetje. Oh, wacht. Ah. Volgens mij is het een Bella. Hey. Nederlands? Engels? Nederlands, ja. Spreek Nederlands. Ah, super chill. Nou, ik weet een beetje uit het niks. Ja? Zelf ook een beetje spannend. Maar je hebt echt een supercoole stijl. Oh, dankjewel. De pet en de sjaal en de jas en zo, echt. Oh, nou, dankjewel. Awesome plaatje. Ja. Aardig. Ja, dat vind ik cool. Ik ben even woorden aan het zoeken, maar ik dacht, weet je, fuck it. Ik ga gewoon even erop af en jou ontmoeten. Oké. Dan ga ik even heel out of the blue zijn. Gaan we eens een keertje wat drinken of zo? Ja, ik heb dus al een vriend. Dus okay. Maar een heel lief aanbod. Ja. Alright. Hoe je het nu een beetje aanpakt is, hey, een beetje oude bloem misschien, maar een leuke jas heb je aan. Ja. En zo, oh, dankjewel. Ja, ja, leuke uitstraling. Mm-hmm. En dan, maar dan sta je daar een beetje en dat daar zit een beetje de blokkade nog. Mm-hmm. Dat je dan zegt, oh, je wil ook zeggen, of je zegt gewoon, oh, leuke uitstraling. Mm-hmm. En dan is het een beetje van, ja, het is niet alsof zij dan denkt, oh, nu ben ik verliefd. Nee, of, precies, oh, ja. Oh, hij is maar aan het versieren. Ja, kan ook een opaatje zijn die zegt, hé, hey, je hebt een leuke uitstraling. Mm-hmm. Nou, dan denk je, oké, okay, wat vriendelijk, opaatje. Ja. Dus erken de situatie, neem dat mee. Mm-hmm. En leid dat door. Hoe voel je het gaan? Dat is ook best goed. Ja? Wel stappen gezet. Ook dingen, feedback gekregen die ik nog niet eerder zo zeg had. Waar ik zelf nooit aan zou gedacht hebben. Maar ook wel goed voelt van, oh ja, dit soort dingen kan ik ook gewoon. Ja, zeker. Ja. Ik vond het heel knap dat je er ook gewoon meteen op afging. Vind je het eigenlijk erg dat je maag bent? Nee. Ik had op de middelbare school, die tijd, toen had ik er wel moeite mee. Nou, en nu niet meer? Mijn eerste vrienden met vriendinnetjes zag en zo. Maar op een gegeven moment, toen ik student was en zo, toen... Ik weet niet, alsof ik er een beetje aan gewend raakte. Van dit is waar ik ben, dit is waar ik sta. Tuurlijk, maar... is het nog steeds niet leuk. Ik zou het graag ook anders zien. Maar het voelt niet van dat ik me schaam of iets ervoor. Ja. Ik maak deze docuserie omdat ik 23 ben en maagd. En ik vind dat eigenlijk al laat. Okay. Wat vind jij? Ja, ik vind dat eigenlijk totaal niet laat, maar ik vind sowieso, zeg je het, wie zegt wanneer dat laat is of niet? Ik wil als anderen jou gaan zeggen van ja, je bent 23 en je bent nog maagd, ben je een loser of zo? Ja, fuck hen. Weet je, zij er nou van? Zou je mij aansporen om ontmaagd te worden? Zou ik u aansporen om ontmaagd te worden? Nee, want ik vind aansporen is precies zo alsof je tempo moet maken van, come on jongen, vlieg er eens in. Ik denk wel, als je er
als je er benieuwd naar bent, zou ik je wel aanmoedigen om eens te kijken, is er iemand in je leven waarmee je de wondere wereld van seksualiteit wilt gaan verkennen? En daar zou ik je wel voor aanmoedigen, want op zich kan het wel een meerwaarde zijn in je leven. Het is op zich ook wel gewoon heel erg leuk om te doen. Dus als je er zelf voor open staat, zou ik je er wel voor aanmoedigen. Ja. Ik ben 38 en nog maagd. Ik ben niet zo goed in flirten en ik heb daarom ook nog nooit een vriendin gehad. Maar ik ben wel echt toe aan seks. Alleen, ik vind het nu wel steeds spannender worden. Dus ik hoop dat het ooit gaat lukken. Ja hoor meid, moment. Ik heb, ja, kom maar. Pastuur. Veel plezier jongens. Heel goed. Ik wacht hier hoor. Klotsende oksels, echt, maar ga vooral door. Bijkomen, echt. Ja, echt bijkomen. Ja, ik heb het warm. Ik vond het een hele ervaring dat wel. Het is ook gewoon werk. Ik bedoel, dat zie ik nu ook door alle lampen en door de pauzes tussenin. Ik vond het heel spannend. Tikje ongemakkelijk ook. Ja, maar dat is niet gek. Als je zelf nog nooit een ervaring hebt gehad. Je staat zo dicht bij de echte seks. Hè? En het is, het is natuurlijk echt recht in your face. Ja, nogal. Dat is natuurlijk toch anders dan een film kijken. Ja, dat is heel anders dan op je telefoon in bed. Ja, ja, dat klopt. Wat ik je sowieso wil meegeven, Stijn. Je maakt hier natuurlijk echt een pornofilm mee. Dus je ziet echt de seks zo ontzettend dichtbij. Heel dichtbij. Maar een pornofilm is natuurlijk niet hoe een liefdesrelatie in elkaar zit. Dus laat het gewoon lekker zakken en zie het als een mooie ervaring die je hebt meegemaakt. Maar als je gewoon uiteindelijk degene vindt waar jij seks mee wil hebben, dan ga je gewoon voor een mooie, ja, bijna romantische ervaring. Dan bel ik je op als het is gebeurd, ja? En dan... ik bel je op. Je belt niet tijdens, je belt ook niet na. Je belt, als je het allemaal hebt ervaren, dan bel je hem op. En dan zeg je hoe het was. Ga ik doen. Ja? Deal. Super. Zo dan. Ik moet nog steeds bijkomen van de porno die ik in het echt heb gezien. Maar zoals Kim al zei, ik hoop dat mijn eerste keer romantischer gaat zijn dan hoe het er op zo'n set aan toe gaat. Oh, en onze Ruud gun ik ook een leven vol romantiek. Volgende week organiseer ik de maagdendiner en mag ik op date met 3 verschillende jongens. Of ze weten dat ik maagd ben, dat ga ik ze op de date vertellen. Zo geen zin in?